is alweer een tijdje geleden dat het boek Een druppel kunst is beter dan een zee van weten van ethische schrijver Gerard van Brugge verscheen. Een interessant boek over het beleid van de gemeente met betrekking tot de beeldende kunst. Wij spraken met de auteur in het gemeentearchief van Ede. Welkom bij Mooi Zo. Hoe is het in heden en verleden gesteld geweest met het kunstbeleid in de gemeente Ede? Nou ja, lange tijd is er natuurlijk helemaal geen sprake van kunstbeleid geweest. Niet alleen in Ede, maar dat was algemeen geldend. Maar vanaf 1950, 1952 begint er een klein beetje beleid te komen. De aanleiding is denk ik de 1%-regeling die door de overheid gesteld is, waarbij openbare gebouwen voor 1% van de bouwkosten kunst mochten aanschaffen. Die regeling is in Ede ook overgenomen. En toen is er een eerste kunstcommissie ingesteld. Met het doel om de gemeenteraad te adviseren op het gebied van aanschaffen van kunst. En met name bij die 1%-regeling. Gelijk daarbij is toen door die kunstcommissie het idee voor een topografische atlas neergelegd. Waarbij verdwijnende en historische plekjes van Ede op een kunstzinnige manier werden vastgelegd. Meestal in schilderijen en etsen en dergelijke. Nou, die kunstcommissie die heeft een aantal jaren bestaan. Is door de komst van een culturele raad in de 60er jaren is die kunstcommissie eigenlijk opgehouden te bestaan. Maar als sectie binnen de culturele raad voortgezet. En toen in de 80er jaren door bezuinigingen de culturele raad moest stoppen. Toen is die sectie kunstzinnige kunst is voortgezet als een zelfstandige kunstcommissie Beeldende Kunst Ede. En die heeft tot 2 jaar geleden bestaan. Nu is er geen kunstcommissie meer. De gemeente laat zich dus niet voorlichten. Dat betekent niet dat er geen kunstbeleid is. Maar dat wordt door de hele democratiseringsgolf meer op een andere manier vormgegeven. Er is in het verleden dus heel veel gedaan aan kunst in de openbare ruimte. Niet alleen publieke gebouwen, maar ook scholen bijvoorbeeld. Als ik het boek lees, daar staan dus heel veel voorbeelden in van scholen die met kunstwerken te maken krijgen. Ja, door die 1%-regeling is dus bij iedere school die na 1950 zeg maar gebouwd is, is daar een kunstwerk aan toegevoegd. Dat is eigendom van de scholen. Maar de kunstcommissie adviseerde daarin, waardoor er toch een beetje niveau bewaakt werd. Op die manier zijn er veel meer dan 100 kunstwerken in Ede ontstaan, waarvan er helaas ook alweer een aantal verdwenen zijn door de afbraak van scholen en dergelijke. En die regeling is ook in de 80er jaren met de financiële crisis een poosje stilgelegen, maar later weer opgevat. Alleen de registratie na de 80er jaren is wat onduidelijker, waardoor het beeld wat slechter is. In het boek wat ik gemaakt heb staan meer dan 100 van die voorbeelden. Maar ik denk dat er nog zeker 50 aan toegevoegd kunnen worden. Als je daar moeite voor doen om dat allemaal te achterhalen. Het zou zeker de moeite waard zijn om dat eens allemaal goed in beeld te brengen. Het is niet zo dat er helemaal niks meer gedaan wordt aan kunst in de openbare ruimte. Want we hebben buiten de gemeente om eigenlijk, hebben we het HVA-fonds. Ja, het is ontstaan uit een erfenis van het echtpaar Harmsen van Vliet van Amershof. Met de bedoeling om cultureel Ede daarmee te dienen. In de beginjaren werden daar allerlei kleine projectjes uitbetaald. Uniformen voor muziekkorpsen en dergelijke bij centra, een piano, noem maar op. Dat is toen gestopt en dat fonds is verder gevormd. En dat is nu de bedoeling, het heet nu ook het HVA Cultuurfonds, om alleen maar kunstwerken daaruit te voorzien. Het beleid is op dit moment dat jaarlijks een kunstwerk in Ede aan Ede zal worden toegevoegd, wat iets met kind zijn te maken heeft. En als je de kunstwerken van het HVA-fonds bekijkt, dan zie je die gedachte ook wel. Ook de laatste toevoeging bij het gemeentehuis hier. De derde figuur van Rapolles is duidelijk, heeft met kinderen te maken. En natuurlijk Point Growth voor de toren van de Oude Kerk, heel opvallend. Ja, ook van het HVA-fonds. De relatie met kinderen is daar misschien wat lastiger te trekken. Maar de geboorte van groen en dergelijke, dat komt daar natuurlijk wel uit. Oorspronkelijk had het eigenlijk iets naast de kerktoren moeten staan. Maar door omstandigheden is het precies op deze plek gekomen. En eigenlijk is het wel een hele mooie plek. Je noemde even de topografische atlas. Er is heel veel vastgelegd. En wat is er gebeurd met al die werken?
Oorspronkelijk werden die werken in kamers van ambtenaren, gemeenteambtenaren gehangen. Verspreid over het gemeentehuis. Dat is nog wel het geval. Een aantal zijn nog zeker in werkruimtes te vinden. Maar het grootste deel hangt in het depot hier beneden in het gemeentehuis. En eigenlijk is dat heel jammer, want er zijn prachtige werken bij. En eigenlijk is Ede toe, denk ik, aan een kunstmuseum waarin onder andere die topografische atlas permanent tentoongesteld zou kunnen worden. Misschien in combinatie met het verdwenen historisch museum, wat een soort stichting voor erfgoed moet worden? Het combineren is, ik zou wel een idee weten, maar ja, de portemonnee is natuurlijk altijd... Nou, ik ben nieuwsgierig. Nou, er zijn natuurlijk in Ede, denk aan het oude kazerneterrein, gebouwen genoeg die een dergelijke functie zouden kunnen vervullen, waarin je een kunstmuseum, een historisch museum, een erfgoedcentrum kunt samenbrengen. Tegenwoordig hebben we nog veel meer kunst in de openbare ruimte. Wat we de laatste jaar gezien hebben, is heel veel graffiti. Dat heeft zeg maar het kladderen, is dat ontstegen? Ja, ik vind het wel een leuke ontwikkeling. Het is begonnen denk ik bij het Bosporttunneltje, waarbij een aantal jongelui het voorstel gedaan hebben, wat geaccepteerd is door de gemeenteraad, om dat door kunstenaars te laten met graffiti aan te brengen. Ik weet niet of je het nog graffiti moet noemen. Misschien is het... Het is natuurlijk toch kunst. En dat is eigenlijk als een sneeuwbal door Ede heen gerold. De Keesomtunnel is natuurlijk een heel bekend voorbeeld wat groots aangepakt is. Maar als je door Ede heen fietst, dan zie je overal transformatorhuisjes en dergelijke die allemaal nu met graffiti zijn versierd en er een stuk mooier uitzien. In het depot van het gemeentearchief is veel van de beeldende kunst uit het gemeentebezit opgeslagen. Dit is Huis van Nomaden, gemaakt door Lex van Voorst. Aangekocht toen het nieuwe raadhuis in de 70er jaren gebouwd werd. En dat kreeg de bestemming voor de burgemeesterskamer. En een aantal burgemeesters heeft zich daardoor laten inspireren. Tot er een burgemeester kwam die het waarschijnlijk op uitgekeken was. En toen is het hier in het depot terechtgekomen. Een favoriet ook van de commissie van de beeldende kunsten destijds. Omdat het een hele aparte vorm is. Gemaakt op textiel met kunststof. En de titel Huis voor Nomaden is door Lex van Voorst gekozen. Omdat hij vindt dat de vormen wel wat op tent lijken. En je zou aan een vluchtelingenkamp of iets dergelijks kunnen denken. Ja, Willem Witsen heeft natuurlijk een aantal jaren in Ede gewoond. Is niet een typisch Edese schilder, komt natuurlijk uit Amsterdam. Maar in zijn Edese periode heeft hij heel wat werken gerelateerd aan Ede gemaakt. En deze smid is onderdeel van de topografische atlas, die niet alleen plekjes van Ede, maar ook beroepen weergeeft. Het bijzondere van de werken van Willem Witsen, een stuk of vijf maken deel uit van de topografische atlas, is dat die later aangekocht zijn. Want Willem Witsen was natuurlijk al zijn tijd voorbij toen de topografische atlas in Ede werd aangelegd. En in tegenstelling tot anderen die een opdracht kregen, zijn werken van Willem Witsen dus later aangekocht en toegevoegd aan de atlas. Ja, dit is de Tra van Thijs Mauve, een kunstschilder uit Lunteren, familie van de grote Anton Mauve. En ook in opdracht van de gemeente gemaakt voor de topografische atlas. De Tra, dit is een bekend Edens verschijnsel op de grens tussen heide en bos. Als een brandgang, als bescherming. Die is als houtsnede en ook een poosje als relatiegeschenk gebruikt. Ja, Wim Mulder, Otterlose kunstenaar, die heeft heel veel betekend voor de 1%-regeling van scholen. Mozaïekwerk aangebracht aan schoolgebouwen. Maar daarnaast heeft hij een kunstreis door Zuid-Europa gemaakt. Verschillende keren trouwens. En beïnvloed daarvoor is dit schilderij ontstaan, Macedonische Huizen. En ik vind hem heel mooi wat kleur en vormgeving betreft. Dit is een werk van Leni Landsaat, die met als titel De Vader van Dick Cat. En op de achtergrond zie je een portret van Dick Cat zelf. Dit is een marionet van Jan Weiland. Na zijn overlijden is dat door de erven aan de gemeente geschonken. Jan Weiland was naast kunstschilder ook marionettenspeler en vrij bekend in het land. De drinker, houding zal duidelijk zijn. Hij heeft lang in een glazen stolp in een ruimte in het gemeentehuis gestaan en staat nu alweer een aantal jaren hier. U heeft gekeken naar Mooi Zo, het programma over kunst en cultuur in de gemeente Ede. Wilt u reageren, dan kunt u mailen naar mooizo@edetv.nl.
De volgende uitzending van Mooise kunt u verwachten vanaf maandag 4 mei weer op dit kanaal. Kijkt u dan ook?